Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op Kafloris. Vandaag spelen we Clash Royale. Elke dag om 11 uur voor de nieuwe kijkers. Brawl Stars video. Elke dag om 5 uur een Clash Royale of Clash of Clans video. En om 2 uur soms een Pokémon Go. Een Pokémon Pack opening of een Walking Dead video. Maar vandaag dus Clash Royale. Ik heb een zieke video voor jullie vandaag. Want als jij kijkt naar de Players Local, zie jij Chief Tim op dit moment op nummer 6 van Nederland. En op de nummer 334 van de wereld. En Chief Tim gaat voor ons live potje spelen en proberen om de nummer 1 van Nederland te worden. En misschien wel de top 200 van de wereld te komen. We gaan het dan allemaal zien. Hij speelt met een Hulk Rider, Firecracker, Mini Pekka, Earthquake deck, mega ziek dekje, leuk dekje ook om naar te kijken. En zijn PR is 7379. Mega hoog. Chief Tim, welkom op mijn kanaal. Bedankt dat je dit wilt doen. Wij gaan beginnen. Ik ben zo weer terug met potje nummer 1. Daar gaan we dan. We zien hem. Chief Tim onderop. Let's go. We gaan strijden. Ik ben benieuwd. Kom op, Chief Tim. Je kan dit. Strijden, je kan het. Ik heb al heel wat putjes van hem bekeken. Ik vind hem echt heel goed met de Hulk Rider spelen. Hij maakt soms aparte keuzes. Soort van niet keuzes die iedereen zal maken. Maar het werkt de hele tijd voor Tim. En dat vind ik gewoon zo mooi. En dat vind ik ook zo leuk aan de gameplay van Tim. En ik denk dat jullie echt heel erg gaan genieten van deze gameplay, jongens. Ik denk dat jullie er gaan genieten. Oké, dat is een beetje balen. Want de tegenstander heeft arrows en wij hebben Firecracker. Dat is niet best. Dat is een 3-3. En dat is dan ook nog eens tower damage. Gaan we dit loggen? Nee, we gaan het niet loggen. Was ook helemaal niet nodig. We gaan even kijken. Hoe gaan we dit doen? Bats, bats op de... Oh, mooi gespeeld van die tegenstander. Mooie pre-snowball. En dit is groot problemen. Dit zijn grote problemen. Want de tegenstander heeft zowel... dit vind ik trouwens heel knap weer van Tim. Dat hij gewoon wist dat de tegenstander Skarmie had. Dat was de hele reden dat Tim die pre-log gooide. Ik zat te denken van, waarom gooi je nou die pre-log, Tim? Maar het was wel voor een reden. De tegenstander heeft Snowball en Arrows. En de laatste kaart van de tegenstander is Graveyard. Hoe verdedigen wij de Graveyard? Firecracker, wat heeft de tegenstander voor Arrows? Hoe verdedigen we de Graveyard? Bats, wat heeft de tegenstander daarvoor? Snowball. Dus dit is heel moeilijk. Deze matchup is heel pittig. Ik vroeg ook nu een Giant voor die mini pack aan. Nee, hij doet gewoon op deze manier. Ja, ik kan gewoon kiezen. Gaan we het arrowen? Gaan we het snowballen? Wat gaan we doen? We gaan in ieder geval een log gooien. Mooi, de tank is weg. Dat was de mini pack natuurlijk. Skelly is nu voor... Oh, mini pack voor mini pack. Oei, dat... Ja, het kan natuurlijk wel. Het was waarschijnlijk het... Nee, Skelly's had Tim al gebruikt op defense van de Graveyard. Dus er kon eigenlijk niks anders. Die musketeer is wel heel pijnlijk daar. Oeh, gelukkig killt de musketeer de Firecracker. Anders was de Kingtoren geactiveerd. Dus dat scheelt. Nu moet Tim snel doorcyclen naar... Oeh, dat is hele slechte bets van die tegenstander. Naar een nieuwe mini-packer. Maar hij kan dit ook gewoon loggen. Hij kan dit ook gewoon loggen. Doet hij niet. Heel slim dat hij dat eigenlijk niet logt. Want hij moet die log inderdaad voor de musketeer gebruiken. Of... Voor de, hoe heet dat ding? Of voor de Graveyard. Voor de Graveyard is ook een log ook heel handig om lekker achterwege te hebben. Mini Pekka in de back. Slim Mini Pekka in de back. Gaat die Mini Pekka killen? Hopelijk van de tegenstander. Doet hij Chief Tim? Doet hij dit? Dan wordt een Ice Guardian. Ja, ik ben even teruggekomen. Het gaat te snel allemaal om, om hierop te focussen. Een mooie Skelly's. Dan heeft de tegenstander natuurlijk Snowball. Gaat hij niet doen. Oeh, die Mini Pekka van Chief Tim. Heel lekker daar. Heel lekker. Nu loggie. Prelog. Ik had hem ook gegooid. Niet erg dat er geen Skarmie komt, Tim. Ik had deze ook gegooid. Dit moest je gooien. Hele lekkere prelog. Daardoor komt de tegenstander ook geen Skarmie erop. En nu, dit kan Tim zo goed. Want meestal in dubbel elixir ben je de lul met je Hulk Rider. Maar wat Tim altijd doet, die zet die druk gewoon zo hoog. Waardoor de tegenstander niet in zijn ritme kan komen. Nu wordt het wel even lastig, want nu kan de tegenstander een Giant. Hij kan ervoor kiezen Giant of Graveyard. Hij gooit een Graveyard, de tegenstander waarschijnlijk. We gaan het even zien. Oh nee, hij gooit nog helemaal niks. Oh, hij wacht tot die Giant Graveyard combo kan gooien, denk ik. In ieder geval, oh nee, hij doet nog niks. Hij laat... Oeh, dat is wel pijnlijk dat hij tegenstander dat doet. Hij laat Tim namelijk zijn cycletje opbouwen. Moet je kijken. Boom. En dan moet hij nu komen. Kom op, Tim. Verdedig alsjeblieft deze Graveyard. Je kan het strijden, je kan het. Ja, let's go! Earthquake is er. Boom. Eerste overwinning binnen. Let's go, Tim. Heel erg sterk. Eerst potje. Ja, hij zet die druk gewoon hoog. En dat doet Tim dus heel erg goed. Ik heb al wat potjes bij hem gekeken. Hij blijft die druk hoog zetten. Waardoor de tegenstander niet in zijn riedeltje kan komen. Nu staat Tim op 6100 en 35 en 230ste van de wereld. Ongelooflijk. Tim gaat nog even een paar potjes door. Wij zijn zo terug met het volle potje van Tim. We zijn niet zo terug. We zijn nu terug. En Tim gaat weer strijden tegen Sightless. Sightless. We gaan het even zien, jongens. Ja, jullie dachten van, hoe kan hij nou zo druk zijn? Dat is het antwoord. Nee, we gaan het even zien. We doen even de bats in de back.
Oké, en hij zegt good game, dit is helemaal top. Want ik weet precies waarom Terstan een good game zegt. Want Terstan speelt met Xbox 2.9. En ik weet dat Tim met een deck speelt die heel sterk is tegen Xbox 2.9. Door de earthquake die Tim in zijn deck heeft. Dit gaat leuk worden. Dit is heerlijk. Dit is nou echt een deck. Haat jij Xbox 2.9? Haat jij Xbox 2.9 om tegen te spelen? Speel het deck van Tim. Want dat deck is ijzersterk tegen Xbox 2.9. Omdat die earthquake die vervelende Xbo helemaal kapot maakt. Die maakt die Xbo helemaal kapot. Dus dit is heerlijk. Tim gaat dit potje winnen. Ik heb alle vertrouwen. Natuurlijk, hele goede Xbo spelers kunnen je nog gek maken. Dus Tim moet gewoon het hoofd koel houden. Hij moet dit gewoon chill gaan doen. Hij kan het gewoon echt wel winnen. Ik weet dat Tim dit kan winnen. Maar hij moet nu wel gewoon even alsnog rustig blijven. Oeh, Archer niet hitten. Oeh, jammer. Nu kan hij de Firecracker aan loggen, de tegenstander. Dat is jammer. Dat is altijd jammer. Terstander wacht er nog even, want die hoopt natuurlijk dat dat Tim iets anders nog neerzet. Oh, de Terstander doet met Skellies. Kan natuurlijk ook. Dat scheelt 1 elixir. Dan kan je niet chippen. Tim die gaat loggen en die speelt inderdaad rustig. Het geen overhaaste Hawk Riders droppen. Tim speelt het rustig. Daar komt nu de Earthquake, denk ik. Waar is de... Nee, oké. Ik kom met een Hawk Rider. Hawk Rider Earthquake. Hawk Rider Earthcake. Je Hawk Rider wordt natuurlijk... en nog een log. Oké, dat lijkt misschien duur. Maar een Earthcake is natuurlijk maar 3 elixir. Log 2 elixir. Dus dat is gewoon prima. En natuurlijk die Tesla van 4 elixir. Die cancelt de Hawk Rider die Tim dropte van 4 elixir. Oké, we dropten ook nog een Ice Golem. Het valt allemaal mee. Er staan wel wat elixir achter. Dus we moeten wel een beetje gaan oppassen. Maar ik heb wel het gevoel dat Tim dit kan gaan winnen. We gaan het allemaal zien, jongens. Oké, Skelly's in de back. De tegenstander is wel goede Xbox 2.9 speler. Dat merk ik wel. Daar is de X-Bird, de Firecracker daar, Ice Golem daar, ja, top. Vuurbal, oh, mooie vuurbal van die, niet een mooie vuurbal, hij mist de Firecracker. Helemaal super, nou, er komt er nu een Tesla, er komt geen Tesla, hoppatee, hitje 1, niet hitje 2. Maar dan gaat de Firecracker, oh jammer, ik hoop dat die Firecracker die Archers pakte. Jammer dat hij dat niet deed. Die Tesla hoog doet de tegenstander... Voor de Ice Golem die Tim de hele tijd in het midden dropt. En hij komt met een Earthquake op de Tesla en de Xbo. En die killt de Xbo. Want Tim wil natuurlijk niet dat er straks 2 Xbo's op het scherm staan. En dat dan de tegenstander continu die Xbo's... Oeh, de tegenstander gaat vuurbal cyclen. Oké, Tim denkt van ja, mag je lekker doen. Maar daar heb ik wel wat voor. Oké, dit werkt op zich wel. Dit zal ik niet zien aankomen, een vuurbal cycle. Maar nee, die Hawk Rider gaat geen hitje doen. Firecracker ook niet. Mooie getimede log van die tegenstander. Had hij een Tesla gebruikt, de tegenstander net? Ja, die had wel een Tesla gebruikt. Firecracker hoog waarschijnlijk op die Archers. Nee, log de Archers. Ja, Tim die denkt natuurlijk ook nu van... Ja, ik moet ook wel een beetje gaan chippen. Want als de tegenstander mij vuurbal eruit gaat cyclen... Dan komen wij in de problemen. Ice Golem Pie neer. Dan komt er nu een Hawk Rider, denk ik, eerst. Ja, om die Firecracker levend te houden. Mooi. Geen eens een Earthcake nodig. Nu drop je toch wel de Earthcake. Waarschijnlijk verwachtte Tim een Tesla. Ik weet niet of ik die Earthcake zo netjes vond van Tim. Ik weet niet of ik die zelf had gedacht, had gedaan. Natuurlijk was het een pre-Earthquake. Maar ja, daar kwam niks aan. Wel is het natuurlijk gewoon, is het gewoon damage op de toren. En die tegenstander durft nu toch niet te komen met een X-Bo. Dat was een pre-Hawk Rider. Tim hoopt dat daar een X-Bo kwam. En nu is Tim wel een beetje in de problemen, denk ik. Ik denk dat Tim nu wel een beetje in de problemen is. Want nu een X-Bo van de tegenstander kan pijnlijk gaan zijn. Archer gaat niet hitten. De tegenstander gaat denk ik nu een vuurbal droppen. We gaan het zien. Ik zou gewoon gelijk die loggen, want Tim moet ook blijven... Ja, kijk, daar is weer die vuurbal. Tim moet blijven chippen. Hij moet die Archers blijven pakken. Hij moet chip damage pakken. Earthquake doet veel tower damage. Die tegenstander blijft ook die cycles droppen. Tim doet dat ook. Daar is de log weer. Daar zijn de Archers. De Archers worden gemist. Earthquake killt geen Archers. Tim probeert even snel die Tesla te pakken. En ja, dit is gewoon een spelcycle game geworden. Dit is een spelcycle game geworden. En die gaat Tim winnen, jongens. Geloof me maar. Die gaat Tim winnen. Wel mag die Ice Golem niet hitten. Oh, 920. Daar is een log. Komt er nog een onverwachte X-Bow van de tegenstander? Daar is een Earthquake. Dit gaat Tim winnen, jongens. Ik heb er nu vertrouwen in. Nog één log en Earthquake en het is genoeg. Nog één log en Earthquake is genoeg. Om de druk hoog te zetten, gooit Tim nog even een hokwaardetje. Dan moet de tegenstander een Tesla gooien. Nu gooit in Tim een Earthquake. Het gaat lekker, jongens. Tweede potje is binnen. En nog één potje, denk ik. En dan heeft Tim de nummer 1 van Nederland bereikt. Maar hij heeft in ieder geval de top 200 van de wereld bereikt. Mega zieke gameplay. Ik zei het toch, jongens, dat jullie die hierna moesten. 173. Hey, nee, heeft hem. Nee, heeft hem niet. 1 cup. Eén cup als het goed is. Volgens mij zat die guy van Boom Nation op 68.
En Tim zit op 67. We gaan het even zien. We gaan... 1 cup. Oh mijn god. Chief Tim. Ga je dit doen in het laatste potje van de video? Ik ben heel erg benieuwd. In ieder geval 163 van de wereld. Ik ben zo weer terug bij het potje van Chief Tim. Maar alsnog 2 potjes al gewonnen. Ziek goed gespeeld. We gaan het zien. Laatste potje. Superleuk gameplay dit. Ik ben zo weer terug. Daar gaan we dan. Laatste potje van de video. Gaat Tim de nummer 1 positie van Nederland bereiken? 163 van de wereld was sowieso goed. En ik heb trouwens helemaal... Oh, je kan de clans niet zien als je aan het spectaten bent. Dat is nieuw. Want diegene, het vorige potje, die zat in de beste clan van Nederland op dit moment. Dat was dus ook een Nederlander. Dus het was extra mooi dat Tim dus gewoon gewonnen had. Maar we gaan kijken. Is het weer Xbo 2.9? Dan zijn we binnen. Nee, het is niet Xbo 2.9. Het is met een Knight. Maar het kan nog steeds Xbo zijn. Het kan nog steeds Xbo zijn, maar in plaats van een Ice Golem een Knight. En dan hebben we die matchup net al gezien. En dan geef ik Tim heel veel kans. We gaan het allemaal even zien, jongens. We gaan het allemaal zien. Ik ben er heel erg hyped voor. En ik ben sowieso heel erg blij dat Tim dit dus wil doen. Dat hij die tijd voor genomen heeft. Ja, Archers. Ik zit al te juichen. We geven Xbo's een pak slaag deze video. Maar we moeten zeker niet te vroeg juichen. Want je weet niet hoe dit gaat lopen. Want die vorige gast kwam flink in de buurt. Oeh, een vuurbal op de firecracker. Maar die gast miste de... de toren. Dus dat was chill. Ik zit even op te letten. Hij gooit geen earthquake. Goed gedaan. Het is inderdaad Xbo 2.9, maar dan met de Knight in plaats van de Ice Golem. Ja, ik ben al hyped, jongens. Ik heb al een paar video's gemaakt vandaag. En ik heb hier echt heel veel zin in. Want ik zat echt uit te kijken naar deze video. Ik vind dat pro gameplay op Clash Royale altijd mega leuk om te kijken. We gaan het even zien. We gooien een log, denk ik, nu links. Ja, inderdaad. Gewoon even lekker chippen, want je wist ook net hoe het vorige potje ging. Dat waren chip damage potjes. Hij gooit een heel goed badge op die Archers en op die Fire Spirit, of op die Ice Spirit, zodat... de tegenstander niet gaat chippen, want dit gaat een chip damage potje worden. Tim heeft ook het vorige potje al tegen Xbo gespeeld. Hij weet hoe dit in zijn werking gaat. En er kwam een log. En ik dacht waarschijnlijk dat er skellies kwamen, maar er kwamen geen skellies. En dan moeten we nu even een beetje gaan oppassen. Ice Golem binnen. Earthquake waarschijnlijk gelijk op die Xbo. Hij wacht. Daar. Dan skellies in het midden. En dan gooit hij denk ik nog een log. En dan is die Xbo weg. Maar hij chipt. En dit is de meeste chip van een Xbo die wij gezien hebben in dit hele potje en het potje hiervoor. Dus dit was goed gedaan van de tegenstander. Daar komt een log. Firecracker gaat hij. Hij blijft links. Oh, vuurbal op de firecracker. Min 1 elixir van de tegenstander. Prima. Daar is een earthquake. Waarom zo'n vroege, earthquake? Ik weet niet waarom hij dat deed. Ik weet niet. Waarschijnlijk gokte Tim op een... op een Tesla in het midden. En daardoor gooide die earthquake. We gaan het even allemaal zien, jongens. We gaan het allemaal zien. Vuurbal. Oh. Nee, Tim. Dat ben je niet. Ik dacht dat het binnen was. Oké, wacht. Nu gaat die gast gewoon. Nu moet hij gewoon. Als hij nu vuurbal cycles gooit, dan is die vent binnen. Kijk of hij het door heeft. Volgens mij is deze vent ook heel erg goed. We gaan hem straks opzoeken op de leaderboard. Kunnen we hier doorheen komen? Ja, hier kunnen we doorheen komen. Log. Had misschien eerder moeten loggen. Daar is de logpas. Oh, kom op Tim. Ice Golem Pie. Oh ja, mini pack hebben we natuurlijk ook nog. Er gaat waarschijnlijk een vuurbal komen op die mini pack. Dus daar moet er nu een Ice Golem Pie komen. Dit is niet best. Hij cycelt eruit. Deze vent cycelt eruit. Deze vent is echt mega goed. 1000. En als deze vent echt mega goed is, gaat hij nu dus vuurbal cyclen. En daar komt die smerige emote van hem ook. Ik weet niet wat die emote betekent. Maar het zal wel een emote zijn die betekent dat hij gewoon goed is. Ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat het zo is. We gaan het even zien. We rammen door die Tesla heen. Pre-log. Nee. Een log aan die kant. Een vuurbal defense. Oké. Vuurbal defense. Dit kan wel betekenen. We mogen geen chip damage meer pakken. Archer doet... Oh, een hele pijnlijke Archer daar. Ja, dit is denk GG. Eén blast op de... Nee, niet een blast op de hoge Archers. Er komt er nu een Tesla, denk ik. Oké, Archers dood. Wacht, we leven nog. 700. Als hij slim is, gaat die vent nu gewoon cyclen. Waarom cyclet die vent geen vuurballen? Deze vent speelt zo goed en cyclet geen vuurballen. Ja, kijk, daar eindelijk. Eindelijk zijn vuurbal cycle. Ik ben in de war. Ik ben in de war hoe goed deze vent speelt. Maar daardoor ben ik ook weer in de war hoe slecht hij ook weer speelt. Want hij had dit al makkelijk kunnen winnen. Daar is een Ice Golem. We gaan via deze kant met de Hogwarts. Daar zijn de Skelly. Oh, kom op. Oh nee, we missen de Tesla. Nee, dit is wel zieke gameplay, jongens. Oh, nu is het GG. Damn. Volgens mij is deze vent echt heel goed. We gaan hem even opzoeken. Bedankt Tim voor de potjes. De gang, dat zegt me niks. Ik ga hem gewoon even zoeken op de wereldranglijst. Ik ben namelijk mega benieuwd
hoe hoog deze vent stond. Even kijken. Ik heb namelijk zo'n gevoel dat dit een hele goede speler is. We gaan het even zien. Ja, oké. Deze speler was vorig seizoen 284ste van de wereld. Ik had dus gelijk. Per 8350. Ja, dan begrijp ik het wel, Tim. Dan begrijp ik het wel. Je hebt in ieder geval heel goed gespeeld. Net niet eerst van de wereld geworden. Wel 163 van de wereld. Niet eerst van de wereld. Eerst van Nederland. 163 van de wereld. Vond je deze gameplay leuk? Laat zeker een like achter. Bedankt, Tim. Ik zie je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. En tot dan, mensen.